leuk dat jullie er allemaal weer zijn. We zijn op de Horecava 2020 en we staan hier bij ATL Seafood. ATL Seafood die vandaag met vergeten vis staat en allerlei leuke handamuses maakt. En dat is eigenlijk wat we vandaag op deze beurs voor de mensen willen neerzetten. Leuke handcooking, belevenis. Gewoon even laten vertellen over vergeten vis. Want ja, waarom heet het vergeten vis? Maar dat is eigenlijk een ander woord voor vis die weinig verkocht wordt voor commerciële doeleinden. En waar een mooi bedrag voor betaald wordt, zodat je een mooie marge erop hebt. Dus dat is wat we aan de man proberen te brengen. En vraag vooral even aan onze jongens om uitleg en uiteraard even een wijntje op het nieuwe jaar. Nou, welkom bij ATL Seafood, bij Bitfood, boven in het restaurant. Ik vond het geweldig. Ik vond het zo heel apart. Op de hand, het klaargemaakte recept. Het was verrukkelijk. Als inderdaad zo'n servietje lekker op je hand geserveerd wordt, een mooie beleving. Dit heb ik nog niet eerder meer gemaakt. Fantastisch. Echt een heerlijke hapje. Kijk, sowieso ben ik er wel helemaal gek op een rauwe vis. Maar die zeebaars, het was bijzonder lekker. Echt heerlijke combinatie. Heel goed gedaan.